cultuur. Dankjewel jongens. Ik ben instrumentmaker. Ik werk voor cultuur. Ik ben actrice, ik werk voor cultuur. Ik werk voor cultuur. Ik ben Sander, ik werk voor cultuur. Ik ben caterer, ik werk voor cultuur. Ik werk voor cultuur. Ik ben schouwburgdirecteur. Ik werk voor cultuur. Ik ben actieleider. Ik werk voor cultuur. Ik ben administrateur. Ik werk voor cultuur. Ik ben componist. Ik werk voor cultuur. Ik ben acteur. Ik werk voor cultuur. Ik ben klassiekzanger. Ik werk voor cultuur. Ik ben regisseur. Ik werk voor cultuur. Ik ben cabaretier. Ik werk voor cultuur. Ik ben regisseur. Ik werk voor cultuur. Ik ben lichtontwerper en werk voor cultuur. Ik werk voor cultuur. Ik ben acteur. Ik werk voor cultuur. Ik ben artiest. Ik werk voor cultuur. Ik ben zangeres. Ik werk voor cultuur. Ik ben acteur. Ik werk voor cultuur. Ik ben theatermaker. Ik werk voor cultuur. Ik ben muzikant. Ik werk voor cultuur. Ik ben muzikant. Ik werk voor cultuur. Ik ben museumdocent. Ik werk voor cultuur. Ik ben muzikus. Ik werk voor cultuur. Ik ben acteur. Ik werk voor cultuur. Ik ben regisseur. Ik werk voor cultuur. Ik werk voor cultuur. Ik ben acteur. Ik werk voor cultuur. Ik ben theatermaker. Ik werk voor cultuur. Ik ben media. Ik werk voor cultuur. Ik ben multimedia. Ik werk voor cultuur. Ik ben media. Ik werk voor cultuur.
Ik werk voor cultuur. Ik werk voor cultuur. Ik ben een theaterdirecteur. Ik werk voor cultuur. Naar een filmpje van hashtag Ik werk voor cultuur. En de man die dat heeft georganiseerd, geïnitieerd, is Benno Hoogveld, theatermaker. Yes. Leg eens uit wat het nou precies voorstelde. Die 4,5 minuten zagen we iedereen voorbij komen die de hashtag riep Ik werk voor cultuur. Ja, dat is correct. Wat wij graag wilden was, en dit is eigenlijk helemaal aan het begin, toen we net werden stilgelegd eigenlijk, en toen er een bedrag van 300 miljoen gegeven werd door de minister, dat wij dachten, dat is te weinig, dat gaat nooit onze hele sector kunnen dekken. En toen hadden we een plan om te... Wie zijn we? Want... Oh, sorry, ja, Merel Ooms, dat is mijn zakelijk partner. En ikzelf, wij hebben samen een productiebedrijf, Solo Stories, waar Erik dus... Ja, want jij regisseert het solovoorstel van Erik. Ja, klopt. Maar die dus in de Lamar, en dat was exclusief nieuws hadden we, ja. Twee extra voorstellingen in juli. Jazeker, ja. Mooi. Ja, dat is super fijn, want het is ook prettig dat er weer dingen mogen. Hè? Ja. En we moeten langzaam, ondanks alle beperkingen, toch proberen weer een beetje te gaan rollen. Maar goed, toen je dat zag, die 100 miljoen, die was vrijgegeven, dacht je, dit redden we dat niet. Dat gaan we nooit redden. En zeker omdat de minister eigenlijk meteen aangaf dat het, dat het voor de gesubsidieerde gezelschappen was. En daarmee, ik als vrije producent, dacht meteen, maar dan gaat de keten gaat gebroken worden. En, wat bedoel je daarmee? Nou, ik heb afgelopen zaterdag met de minister gezeten. En toen heb ik dat ook geprobeerd uit te leggen. Dat was een bijeenkomst van niet gesubsidieerde, dus vrije producenten. Ja, die precies. Kwamen haar eigenlijk een lesje geven. Ja, even onderwijzen hoe dit deel van de sector eigenlijk werkt. En wat we haar hebben geprobeerd uit te leggen is dat van het hele toneelaanbod, of het theateraanbod wat er in Nederland is, is er ongeveer 70% is van de vrije producenten en 30% is van de gesubsidieerde. Ik keek ze daar verrast van op. Ja. Maar het is toch dat is toch echt raar dat een minister dat dan niet weet? Maar ik heb geaccepteerd dat zo is. Want ja, weet je, dat zijn van die dingen... Ja, ik raakte ook super gefrustreerd van. Maar wat zo belangrijk was om aan haar uit te leggen... was als die 70% niet geholpen gaat worden... dan gaat er in ieder geval een groot deel van omvallen. Maar dan kunnen de theaters, die dus ook 70% vrije producentenvoorstellingen boeken... en maar 30% gesubsidieerde voorstellingen boeken... die kunnen nog maar 30% boeken. Dat is te weinig voor de theaters. Dus de theaters gaan ook omvallen. En dan zijn de gesubsidieerde gezelschappen, die zijn wel geholpen... maar die hebben geen theaters meer om te spelen. Dus als je één deel van de keten omver trekt, of in ieder geval niet steunt, dan gaat die hele keten gaan omrollen. Want je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar. Want ook een schouwburg heeft niet alleen Hamlet, maar wil ook graag Theater van de Lach hebben. Exact. Of een musical. Exact. Of die vrije producenten meer worden gemaakt dan gesubsidieerd. Precies dat. En hoe reageerden ze? Ja, wat ik moeilijk vind op dit moment is dat ze aangeeft dat ze het allemaal begrijpt. En zij wil heel graag praten over wat er wel kan. En dat vind ik ook belangrijk dat we dat doen. Maar dat kan pas als we praten ook over wat er gebeurd is. En hoe we dat deel gaan helpen. Want er zijn een aantal producenten op dit moment die niks hebben aan een toekomst als het verleden niet wordt geholpen. Want die hebben gewoon zulke grote gaten. Er zijn voorstellingen, nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Je hebt één voorstelling Hello Dolly gespeeld. Ja, we hebben Hello Dolly één keer gespeeld, ja. Na de première. En toen stopte het. Nou, even los van hoe afschuwelijk dat voor acteurs is, is dat voor een producent natuurlijk echt de hel. Want daar zitten enorme bedragen achter die niet terugverdiend kunnen worden. Ja. En hoe was het in jouw geval? Ik ben halverwege mijn tour gestopt. Dus dat betekent... Een tour van wat? Doet sneeuw pijn. Dat is een monoloog die we op dit moment spelen met Saskia Temmink. En daar zouden we 83 keer spelen. We moeten er nog 43. En wij hebben eigenlijk... Dat is de aanleiding van het boek van... Van Carolien Spaans. Ja, een prachtig boek. Ja, zeker. Haar man is in een skivakantie om het leven gekomen. Exact. En zij blijft alleen achter. Heeft net een kind van 7 maanden. En moet dan dus overleven. Hoeveel voorstellingen hebben jullie gespeeld? We hebben er nu 40 gespeeld en we moeten er nog 43 eigenlijk. En is er dan al een planning gemaakt? Er wordt al naar gekeken, maar dat is ook allemaal super moeilijk. Want het seizoen van volgend jaar was natuurlijk al vol. Dus nou ja, fingers crossed. En we hopen dat dat heel erg gaat lukken. Ja. Maar dat er een financieel probleem is natuurlijk super groot. Ja, maar die hashtag ik werk voor cultuur, die heb je dus gemaakt naar aanleiding van... Nou ja, de keten mag niet breken. Dus het waren allemaal niet gesubsidieerde acteurs of actieve mensen. Nee, alles door elkaar heen. Omdat ik wilde laten zien hoe groot de sector is. En in het filmpje begint het ook ergens met... als al deze mensen dit zouden inspreken op deze manier... met z'n achten in beeld dus... dan hebben we 24 uur beeldmateriaal... als 300.000 mensen dat zouden doen. Want zo groot is de keten. Ja. En zoveel mensen werken er. En we zijn toen ook heel erg met economische cijfers gaan rollen. Omdat wij denken... deze
regering wil blijkbaar niet het belang van theater inzien of van cultuur inzien, maar wel van de economie. Ja. Dus we hebben alles omgerekend naar cijfers. Dat betekent dus dat we met de hele culturele sector 25,5 miljard euro per jaar binnenbrengen. En dat is dan weer 3,7% van het bruto binnenlands product. Nou, allemaal blablabla cijfertjes. En dat komt wel aan, want je hoort nu ook wel echt dat zelfs in de politiek worden die cijfers nu veel gebruikt. En mensen beginnen zelfs een beetje met hun ogen te rollen van ja, we know. Wat ik goed vind, hè? Ja. Want dat signaal is gegeven en dat moest ook gegeven worden. En nu moet er gewoon meer geld gaan komen. Ja, het idee van Asje van de Partij van de Arbeid dat er 700 miljoen binnengebracht moet worden, heb je ook gehoord? Ja, zeker. Daar ben je natuurlijk heel blij mee. Heel. Als het geaccepteerd wordt. Ja. Laten we kijken wat er nog meer kan gebeuren. Hè? Ja, er moet heel veel gebeuren. Maar we moeten echt wel door blijven strijden. Want ja. Alleen maar begrip tonen voor hoe erg de situatie is, is niet voldoende. En het andere wat ik graag nog even wilde zeggen, is dat we daarbij ook de hulp van het publiek heel erg nodig hebben. Ons publiek, wat heel graag komt kijken naar theater en naar kunst en naar musea en al dat soort dingen, die hebben we nodig. Die moeten van zich laten horen. Want, en hoe bedoel je van zich laten horen dat ze iets nou, moeten tekenen of dat ze gewoon moeten komen naar theater en ja, naar musea? Ja, dat soort dingen. En dat vooral blijven ondersteunen. Want op dit moment, ik zeg wel eens, als we over sport praten, iedereen vindt het logisch dat de subsidie die op sport zit, dat er grote evenementen worden gesteund vanuit de overheid, dat is goed. En want veel mensen houden van sport om naar te kijken of om te doen. En ik vind dat ook. Alleen ik zelf heb helemaal niks met sport. Maar ik snap dat Nederland het nodig heeft dat er gesport wordt of naar gekeken wordt. En eigenlijk zouden we met cultuur op dezelfde manier naar moeten kijken. Ja. Gewoon moeten denken, ja, misschien heb ik er dan wel niks mee, maar cultuur moet gewoon zijn in Nederland. Ja, dat is eigenlijk wel, dat zou wel fantastisch zijn. Hè? Ja, dat is maar het. We zijn niet in de Efteling geboren. Nee, dat is helaas. Nee. het is gewoon niet vrouw Holle. Het zou fantastisch zijn als het zou. Je kan het ook uitleggen, maar het lijkt wel of het niet aankomt. Ja. Terwijl ze wel genieten van, mensen genieten erg van cultuur. Alleen, je hebt als idee dat ze niet beseffen dat het cultuur is. Ja. Dat het ook gemaakt wordt. Nou, ik hoorde, toen we net bezig waren met die hele cultuur, ik werk voor cultuur actie. Daar, toen spraken we iemand die zei, ja, ik heb niet zoveel met cultuur. Ik kijk wel naar Netflix. En toen dacht ik, ja, maar dan snap je zo niet wat het is. Nee, maar, want ook Netflix maar wat, is wat, cultuur. Wat zeg je dan tegen zo iemand? Ik vind het wel echt goed. Ja. Ik heb niks met cultuur, ik kijk Netflix. Nou ja, dan leg ik dus uit dat Netflix series maakt met acteurs en met cameramensen en met productieteams, wat ook allemaal cultuur en kunst is. Ja. En we hebben dat dus nodig, want anders is er straks geen Netflix meer. Maar denken mensen dan gewoon dat cultuur eigenlijk staat voor iets hoogs, moeilijke wel, woorden, ja. Grote stukken? Ja, of gewoon een beetje leuk entertainment. Gewoon een avondje even lachen en dan is het weer klaar. En als het moet, zou je ook best een avondje zonder maar dat lachen avondje kunnen. Maar dat avondje entertainment, even lachen, dat wordt ook dan gewoon niet gemaakt. Dat is er gewoon. Ja, maar... Ja, dat er is er gewoon. En als, nee, en als dat er niet is, dan is het ook goed. Dat is heel vaak het gevoel wat ik heb, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Goed, we moeten dus die mensen die avondje Netflix kijken, moeten we overtuigen dat het echt dat kunst is. Nou, kunst is dat misschien... Dat Frank Lammers echt een rol speelt in plaats van dat hij shot bij de Jumbo. Ja, precies. Ja. Ja. Hoeveel mensen ga je tekenen? Nou, Erik heeft net dus al voor Solo Stories getekend. Ja. Dus die laat ik even buiten. In ons filmpje zie je op dit moment 666 mensen, wat natuurlijk een beetje een scary getal is, maar ja. Ik heb ze gisteren zitten tellen. En dus ik teken voor 666 mensen. Uitslover, maar wel heel fijn. Ja, het is wel fijn, hè? Dan gaat de teller lekker omhoog. Ja. Succes. Dankjewel. Fijn dat ik mag teken zijn. Lekker op het bord. En wees wijs met de Waddenzee, hè? Zie ik. Ja. Maar het heeft niks met cultuur te maken, de Waddenzee. Nou, ook weer. Ja, een beetje wel. Ja, het Wad, dat is een documentaire op NPO 1. Ja. Wordt ook gemaakt. Niet dat die mensen denken, die dieren komen zelf met een cameraatje de zee uit. Heel onderaan gaat hij voor 666 mensen tekenen. Er gaan wel giga verklappen, mensen. 666 komen erbij die aandacht willen voor hun beroep. Werkend in de cultuur. Ik werk voor cultuur. #. Ja. Yes. Succes, jongen. Tot gauw.